Nou doet hij het. Goedemiddag jongens, 3 uur. Oeh, tijd gaat snel jongens, toch? Ik zat thuis. Voor ik jullie ga vertellen over deze motor, ga ik jullie eerst een verhaaltje vertellen wat ik met jullie wil delen. Ik vind het wel belangrijk. Jullie weten, als jullie al mijn filmpjes bekijken, die filmpjes lijken allemaal op elkaar. Dus ik verander niet. Ik ben geen chameleon, ik ben Isa. Ik ben transparant. Ik denk hard. Misschien zeg ik wel eens af en toe dingen. Tegen jou of tegen hem of tegen die anderen. Niet uit haat. Omdat ik iets wil weten. Ik ben toen tekeer gegaan tegen het bestuur van de moskee. Niet uit haat. Helemaal liefde. Ik hou echt van mensen. Als ik op straat loop, ik hou van mensen gewoon. Echt waar, ik hou van mensen. Ik stond op een kraanstraat en een jongen zegt: Isa, ga ik hem aanrijden? Hij zegt: Isa, jij kent mij niet. Maar ik ken jou wel. Hij zegt: ik hou van jou. Ik zweer het bij Allah, ik voelde gewoon een warmte in mijn hart voor die man. Ik ken die jongen niet. Ik kijk hem. Het zijn de harten die communiceren. Ik ga jou een uitleg geven van het hart. De dokter van de harten is de profeet. Tabib al-Qulub. De hart, de dokter van het hart is de profeet. Maar we hebben een andere dokter ook. Imam al-Ghazali. Is een van de grote geleerden. Imam al-Ghazali. Hij legt het hart uit. Hij zegt: het hart is net als Bluetooth. Lalouchi, een vriend van mij. Hij heeft het iets beter uitgelegd. Dus hij zegt, Imam Ghazali zegt: het hart maakt contact met het andere hart van de mens. En dan ga je voelen van elkaar houden. Ik hou van Stok, hij houdt van mij. Dat voel ik gewoon. Het gaat gewoon over en neer. Het is gewoon een liefde wat je niet kan zien, maar dat voel je alleen maar. Net als Bluetooth. Liefde voor die, liefde voor deze. We hebben liefde voor elkaar. En ik werk en ik zie de tijd gaat ontiegelijk snel. Het heeft mij een beetje bang gemaakt, de tijd wat snel gaat. Voor je weet, ben je 50, 60, 70, ik ben bijna 40 nou. Ik weet nog, ik was nog een kleine jongen, rennen in de wijk, chaos maken. Nou ben je een grote man. Je hebt kinderen. En je voelt, je gaat richting de dood. Allah zegt in de Koran, eerst gaan jullie dood, dan is het leven. Want we gaan elke dag naar de dood. Zoals Tabaraka zegt, eerst gaan we dood en dan komt het eeuwige leven in het paradijs. Of mogen Allah ons beschermen van de hel. We gaan ervan uit dat we allemaal naar het paradijs gaan. Jij ook Stok, iedereen van alle mensen, liefde en naar het paradijs. Ik werd daar een beetje bang van. En dacht ik mij, je weet niet wanneer je dood, want ik maak veel tijd door in mijn winkel. En toen dacht ik mij, deze motoren en deze winkel, die gaat niks voor me betekenen als ik dood ben, als ik in mijn graf leg. Wat gaat die motor doen? Die gaat niks voor me doen. Wat wel kan, mijn motor, mijn vriend Salih, die kan achter me aanrijden. Als ik in mijn grafkist leg. Die gaat achter me aanrijden, tot mijn graf. Dus doe me in de graf, dan rijdt hij die motor weer terug. En dan, die motor heeft niks voor mij betekend. Ik heb er plezier van gehad, ik hou van die motor. Meer niet. Toen dacht ik mij, ik moet een verandering brengen in mijn leven. Altijd 1 uur of 1,5 uur van tevoren in de moskee zitten. Denk aan Allah, denk aan de profeet. 'S nachts opstaan, een beetje huilen naar de Heer. Allah herdenken, aan de profeet denken. Denken aan de sahaba, denken aan de wereld. Denken, denken, denken. En dan komt de rust in je hart. Ja, en dan gaan we vanuit. Dan hopen wij dat Allah ons een beste plaats in het paradijs geeft. Ik heb een wens. Dus iedereen een wens heeft. Mijn wens is, ik wil mijn werkplaats terug hebben in het paradijs. Mijn werkplaats, dit, wil ik terug hebben in het paradijs. Nee, wil ik niet. Ik heb niks nodig, ik wil helemaal niks. Wat ik wil elke dag de profeet zien. Ik wil Allah zien. Ik wil de sahaba, als de profeet, de sahaba dus, de sahaba, de vrienden van de profeet, die wil ik als mijn vrienden. Akobayo. Rustig aan, jongen. Ja. Die wil ik als mijn vrienden hebben, maar ik wil mijn werkplaats terug. KTM wil ik. Mijn Moto Guzzi. Mijn BMW. Dat soort dingen wil ik. Heel eenvoudig leven heb ik. Daar hou ik van, weet je. Begrijp je? Ik heb vroeger zo'n Ford Transit bus gehad. Dat ding rookte, jongen. Ik was zo blij met die bus. Dan gingen we naar België toe. Die bus wil ik ook terug hebben. Dat soort dingen wil ik. Maar meer vraag ik niet. Die wil ik terug. En Stok moet ook mee. Gezelligheid. En dan gaan we op zo'n plein gaan we zitten. Relax. Gaan we drinken. Zonnepit eten. Relax. Je hoeft nooit meer te pissen. Je hoeft nooit meer te spugen. Of te snuiten. Is er allemaal niet. Alle vieze dingen zijn eruit. Het is alleen maar relaxen.
Of niet? En de wijn en de alcohol die daar is, het is niet de alcohol die je nou hebt hier, waar je pijn aan je kop van krijgt, waar je ochtends van, oh, ik ben ziek, opstaan, aanvallen. Die heb ik gezien, die bolle daar, die klap daar op een palmbusfiets. Dit is alcohol, het gaat zijn. Maar alcohol waar je vrolijk van wordt, begrijp je? Heb je onder kastelen, heb je allemaal rivieren van alcohol. Dan zie je een stokje ernaast leggen. Helemaal, maar daar word je niet uit van. Nee, maar... zo ziet het eruit. Maar, nou ga ik jullie vertellen over de KTM. We hebben net een beetje gepraat over hiernamaals. Nou praten we over hier, waar we nu in zitten. We hebben hier een KTM staan. 99, die jongen bracht die motor bij mij. Hij zegt, Isa, als ik linksom ging, sloeg hij af. En rechtsom af en toe wel. En zodra ik aan de stuur draaide, er gebeurt wat met die motor. Hij deed raar. Startte wel. Ik zoeken, kijken. Kwam erachter dat de contact kapot is. Ik heb het contact besteld. Heb een week geduurd, tering ding. Hier is de oude contact. Als je het indrukt, ik heb het helemaal losgemaakt aan de binnenkant. Ik heb het nagekeken. Nou, hij was gewoon versleten aan de binnenkant. Dit is niet, ik kan het weer opnieuw solderen of schoonmaken. En dan zat hij volgende week weer bij mij met de deur. Nee, ze hebben gewoon een nieuwe contact ingezet. En hij is weer supergoed. Toen, een week later, stond hij weer aan mijn deur, die jongen. Deze jongen komt uit Denemarken. Hij had ons een keer koek meegebracht. Hij heeft voor die broodjes meegenomen. Of cookies die ze in Denemarken hebben. Nee, hij komt uit Zweden. Niet Denemarken, nee joh. Uit Zweden komt die jongen. En van die lekkere koekjes, jongen. Oh jongen, zo zoet. Een soort kaneelsmaak erin, maar ik weet het allemaal niet, joh. Hij komt een week later aanlopen. Hij komt lekker met deze ding aanlopen. Hij zegt, Isa, die moet je aansluiten op mijn motor. Ik weet niet waar ze voor zijn. Twee stekketjes. Toen ik ze zag, dacht ik in mij, hey, deze dingen lijken wel voor een lambdasonde. Waarschijnlijk sluit je het lambdasonde af. Ik heb geen ervaring met deze. Dus ik moet die motor helemaal uit elkaar halen. Hier heb ik het stekketje van de lambdasonde. Kijk, die lambdasonde is afgesloten. En dan doen we hem. En dan krijg je er waarschijnlijk ietsjes meer pk bij. Of zoiets. Ik heb geen ervaring met deze stekkertjes. Maar we gaan ze aansluiten. Gaan we straks nog proberen. Gaan wielen door de wijk heen, maar op de vliegslag. Dat de hele boel opstelt. Hier ook aan deze kant. Kijk, hier komt nog eentje. Hij heeft een dubbele lambdasonde. Hoppa. Ik heb ze aangesloten. En nou is een blokje rijden dan. Ja, dat gaan we doen. Zonder helm, hè, met tipje al op. Ja. Als goed dan. Ja, lekker maar. Isa, ja. Heb je een voorwieltje leggen? Lekt zeker op de rand. Nee, ik moet een nieuwe erop hebben, man. Hij is glad, weet je. Ik heb gewoon een nieuw nieuwe voorband, moet je zeggen. Ja, een nieuwe voorband. Ja, een voorbandje ik wil leggen, ja. Wat kost die? Laat je de hele scooter staan of ben je mijn losse velgie? Nee, mijn broertje gaat hem zelf erop zetten. Ik heb alleen die band nodig. Oh ja, een bandje. Volgens mij bandje kost maar 35 euro. Ja, Albertje of Rinus gaat hem zelf erop zetten. Ja, dat is goed. Ja, een bandje nodig? Ja, voor de zip, hè? Ja. Ik ben bijna hier klaar mee. Dat is goed. Kijk. Okay. Alles goed, Peune? Ik zie geen... Ik kijk nou weer tellen, ik zie geen rare dingen. Geen probleempjes, geen storingjes. En als er een storing in zit, dan waarschijnlijk moet je hem uitlezen. Dat spul hebben we om uit te lezen, dus die spullen zijn we machtig gemaakt, dus we kunnen uitlezen. Doen we. Dus wat we nu gaan doen? Gaan we weer afbouwen. We hebben het erop gezet. Het is van het merk Rottweiler. En we gaan zien wat hij gaat doen. Misschien gaat hij weer op zijn volwiel, joh. We zien wel. Dus wat we nu gaan doen is afbouwen. Ik ga de jongen even helpen, jongens. Dit was weer voor vandaag. Au, vielen zien.